Wij zijn nu op onze afdeling nu volledig open met COVID-patiënten en reguliere patiënten. Maar dat vraagt wel heel veel, omdat je tussen je reguliere patiënten heel veel mensen hebt die je in isolatie moet verzorgen, waarbij ze ook ziek zijn. Dus de zorgzwaarte maakt dat wel een stuk hoger. Je merkt nu dat er gewoon bijna wel dagelijks is er wel een zieke of om de andere redenen dat er een personeelslid tekort komt. Dan is het wel heel lastig om die op te vullen, omdat je gewoon merkt dat de rek bij iedereen er wel uit is. Op het begin was iedereen nog enthousiast om allemaal diensten extra te werken, maar dat is nu niet meer. Met mij persoonlijk, ik merk wel dat het heel veel van je vraagt. Ik merk dat het nu wel lastig is dat heel Nederland over het ziekenhuis wel nu een mening heeft. Als je thuis bent en het nieuws aanzet, ja, dan krijg je dat wel mooi over je heen. En daar moet je wel eigenlijk een beetje voor afsluiten eigenlijk. En dat maakt het wel minder prettig eigenlijk. Wil jij straks mijn IV'tjes checken? Ik heb er 2. Gelukkig krijg ik van de patiënten wel waardering. Dus dat maakt ook dat het werk nog wel leuk blijft. Alleen ook daarin is de zorg wel heel zwaar. Want de patiënten worden zieker, complexer. Dus dat maakt het wel zwaar. En daarin kan je dan niet alles bieden voor je patiënt zoals je het eigenlijk zou willen. Als ik op de COVID-kamer sta, dan ga ik niet gericht kijken of iemand gevaccineerd is of niet. Patiënt ligt op de afdeling, die heeft zorg nodig. En dat doet het er voor mij niet toe of iemand gevaccineerd is of niet. Ja, corona zal altijd bij ons blijven, helaas. Maar ik mag wel hopen dat het in een mindere mate is dan het afgelopen 2 jaar is. Anders ben ik wel heel benieuwd hoe het dan met de ziekenhuizen gaat. Ja, wat zou moeten veranderen is meer personeel, maar dat is niet zo 1, 2, 3. En dat is iets wat gewoon nu nodig is, maar ook voor de lange termijn. Maar dat is een heel complex vraagstuk om dat zo 1, 2, 3 op te lossen. Maar er moet wel degelijk iets veranderen en daarbij is het wel heel belangrijk om daar echt de verpleegkundigen en de artsen actief in laten mee te denken in plaats van dat het van bovenaf besloten wordt. Gelukkig ga ik nog met plezier naar mijn werk. Komt ook door het leuke team wat we hebben, dus we houden de sfeer er wel goed in met humor, dus dat is wel, dat heb je echt nodig. En ik probeer me dan te blijven focussen op waar je het eigenlijk allemaal voor doet, de patiënten en het contact met hun. Daar krijg je ook heel veel energie van. Dus dan vind ik het fijn om dan weer gewoon tijdens de dienst lekker met patiënten te werken. Zal ik u verrassen? Okay. Kom ik zo terug. Nee, goed. Joep.